De heer Van Hagen, Groep Van Hagen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb het VVD-verkiezingsprogramma er maar eens even bijgenomen. En dat is toch wel een redelijk stevig verkiezingsprogramma. Hè? Dat wordt natuurlijk voor de verkiezingen wordt het gelanceerd. Mensen denken dat het ook wordt uitgevoerd. En dan stemmen ze daarom op de VVD. En ik zal drie maatregelen oplezen. Eerst is opschorting van het recht op het aanvragen van asiel in Nederland. Staat in het VVD-verkiezingsprogramma. Het VN-vluchtelingenverdrag gaan we opzeggen. Een opt-out-clausule voor de EU-afspraken. Nou, ik kan zo eindeloos doorgaan. Ik vind het een prachtig programma. Het is natuurlijk een beetje ketelmuziek. Maar ik zou aan de heer Brekelmans willen vragen. Welke maatregel uit het verkiezingsprogramma heeft u nou in het regeerakkoord gekregen? Heer Brekelmans. Nou, een hele belangrijke is bijvoorbeeld de ongewenstverklaring. Waarmee we straks als asielzoekers uitgeprocedeerd zijn en overlast veroorzaken. Wij hen kunnen bestraffen daarvoor. En waardoor het minder aantrekkelijk is voor veilige landers om naar Nederland te komen en we eindelijk is dat probleem aanpakken dat ze hier toch blijven en overlast veroorzaken. Dat is een hele belangrijke maatregel. Ja, en ik vind het leuk dat de heer Van Hagen uit ons verkiezingsprogramma voorleest. Dat is prima hoor, maar dan moet hij ook niet selectief daaruit citeren, maar ook lezen wat daar volledig staat. Kijk, bij een aantal van die maatregelen, dat is een ambitie voor de komende 4 jaar of zelfs verder. En daar staat ook bij, daarvoor moet Europese regelgeving worden aangepast. Ik roep de staatssecretaris iedere keer en het kabinet op om ervoor te zorgen dat Europese landen zich aan afspraken houden. En dat ook de afspraken die we in Europa hebben gemaakt, dat die worden aangepast. Alleen we zitten nu in een crisis, dus we moeten het nu doen met wat we hebben. En wat in het verkiezingsprogramma staat, dat is een ambitie voor de komende jaren. Ja, dank u wel. De heer Van Hagen. Ja, voorzitter. De heer Brekelman maakt het een beetje potsierlijk, vind ik. 12 jaar aan de macht. En dan is dit verkiezingsprogramma met deze snoeiharde maatregelen is een ambitie voor de toekomst. Maar we zien nog niet een begin van de uitvoering. En we zitten nu in de grootste asielcrisis aller tijden, sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus op die manier een verkiezingsprogramma lanceren. En ja, in mijn tijd was het dan zo, dan moest er een beetje PVV-corvée gedaan worden. Hè, om Geert Wilders, de meest succesvolle afsplitser van de VVD, een beetje de wind uit de zeilen te nemen. Maar ja, dat is nog steeds zo, hoor ik hier naast me. Het is natuurlijk echt raar dat je hier durft te staan en dan zegt, nou, we hebben een prachtig verkiezingsprogramma, er hebben echt heel veel mensen op de VVD gestemd in de veronderstelling dat er iets mee gedaan werd. En het gevolg is, de VVD heeft een staatssecretaris neergezet die de grootste asielcrisis heeft veroorzaakt sinds de Tweede Wereldoorlog. Dan moet je zich toch een beetje achter de oren gaan krabben. De heer Brekelmans. Nou ja, ik herhaal dat als het gaat om strenge grenstoezicht, als het gaat om de ongewenstverklaring. Als het gaat om de hardere aanpak van overlastgevers. Dat er een heleboel dingen zijn in ons verkiezingsprogramma die we direct hebben kunnen realiseren. En er staan een aantal dingen in ons verkiezingsprogramma en die vragen om internationale afspraken. En op het moment dat er in Europa een momentum is om dat soort afspraken te maken, bijvoorbeeld met de Turkije-deal, dan staat de VVD vooraan om met wat in het verkiezingsprogramma staat om dat te realiseren. Maar de realiteit is nu dat er in Europa geen overeenstemming is over een hervorming. En de heer Van Hagen weet dat als je een opt-out wil, dat kan alleen als er een verdragswijziging plaatsvindt en als 26 andere EU-lidstaten jou die opt-out gunnen. Dus dat kan op dit moment kan dat niet. En dat geldt voor meerdere van de maatregelen die in het VVD-verkiezingsprogramma staan. Dat is een ambitie voor de komende jaren. Dat is iets wat voor de VVD inzet en bespreekbaar zou zijn. Alleen als je iets in Europa wil regelen, dan moeten daar ook wel 26 andere lidstaten mee instemmen. Ja, dank u wel. U vervolgt uw betoog.